Ja, we krijgen af en toe natuurlijk vrienden op bezoek hier. Ja, tuurlijk. Ja, die komen hier langs. Die zeggen, god, hier, kom even naar Spanje. Ze nou, van harte welkom. En die komen dan altijd weer bij mij met de vraag, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zijn, Harry, dat in Nederland de hele boel op slot zit en dat gewoon hier alles nog kan? Dat hier alles open is, de mensen gewoon doorleven. Hoe kan dat nou? Dat is eigenlijk het enige waar ze het altijd over hebben. Ik zeg tegen hun, ik zal het je uitleggen. Ik ga het je proberen uit te leggen. De verschillen tussen Nederland en Spanje. Het begint al met de regering. De regering in Nederland heeft natuurlijk een kabinet. Die hebben gejojo'd met maatregelen. Ja, en versoepelen. En gooi de boel maar weer dicht. Enzovoort, enzovoort. In Spanje, even anders. Hier was het gewoon al die tijd. We houden één lijn aan. Gewoon een beetje afstand houden en de mondkapjes. Ik zeg, maar ja, dan kom ik al gelijk bij weer een groot verschil tussen Spanje en Nederland. Want de mondkapjes, dat is hier nooit een probleem geweest. Van begin af aan niet. Toen heel Nederland nog niet aan de mondkapjes wilde, liep iedereen hier al met een mondkapje. Want, zeiden ze in Spanje, dat helpt. Maar die Nederlanders, ja, die waren altijd maar in verzet een beetje. Zo van, nou, dat willen we niet, daar hebben we geen zin in. En ja, dat is dan het verschil. Hier worden die mondkapjes gewoon gedragen. Ook nu op straat, buiten, ook al is er niemand in de buurt. Mensen lopen met dat ding om. Klaar. Ja, en in Nederland doen mensen dat liever niet, dat mondkapje. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk nog de QR-code. Ja, kijk, hier ook geen enkel probleem. Dus in de horeca zegt gewoon van, nou, mag ik even zien, eventjes controleren en klaar en gaat u zitten. En als het niet in orde is, dan ga je lekker buiten op het terras, klaar, punt. He. Maar in Nederland, ja, wat zei de horeca? Die zeiden ongeveer 40% of 50% die zeiden van, ja, maar dat gaan wij niet aan meedoen hoor, aan die QR-code. Nee, dat doen we niet. Ja. Dat is dan weer zo'n verschil. Kijk, in Spanje, dat is het gewoon. De mentaliteit is hier gewoon anders. Dat probeer ik dan uit te leggen aan mijn vrienden. Ja, mensen corrigeren elkaar hier. Ja, als jij niet met een mondkapje ergens oploopt waar dat wel hoort, dan word je gelijk aangesproken. En iedereen durft dat ook. In Nederland durf je dat niet. Nee, want ik krijg gelijk een klap voor je muil. Ja, het is gewoon anders, beste vrienden. Dat probeer ik maar uit te leggen. Maar eigenlijk is het zo. Het allergrootste verschil tussen Spanje en Nederland is dat de Nederlanders zijn in gevecht met de maatregelen en de Spanjaarden zijn in gevecht met het virus.